wat rustiger op straat. De boten liggen stil. En wij maken ons op voor een mooie pot voetbal. Een hele belangrijke wedstrijd. Zeker als je kijkt. De strijd om de derde periode. Graafschap kan voor het eerst in een jaar weer een prijs pakken. Nog eens laten zien. Kan dit goed? Telstar komt even niet van de eigen helft af. En dan speelt de wind ook een rol. Söntjens trapt eerst mis. En hier zit hij er zomaar in. Het doelpunt van Van der Pavert. Zo komt de Graafschap in de 10e minuut op voorsprong. Söntjens één keer. Söntjens nog een keer. En dan via de keeper op het hoofd van Van der Pavert in 0-1. De vrije trap. En hier is het druk. En die bal zit erin. Via Van Heerten. Het is geen volle kopbal. Maar de ontlading is enorm bij de Graafschap. Want hier wordt het winnende doelpunt gemaakt. Dat kan haast niet anders. De knuffel van Snoei voor Söntjens. Daar alleen maar lachende gezichten. De derde periodetitel is een prooi voor de Superboeren. Achtste overwinning in de periode.